je kunt dus zien, dus een heel dun laagje is er afgenomen van deze huid. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Ik sta op dit moment op een hele bijzondere plek, namelijk de huidbank. Een plek waar niet iedereen zomaar mag komen. Maar ik vandaag wel. Hier wordt donorhuid verwerkt en opgeslagen voor transport naar ziekenhuizen in Nederland, maar ook over de rest van de wereld. Hoe bijzonder. Zoals veel mensen wel weten, wordt donorhuid gebruikt voor de behandeling van brandwonde patiënten. Ik ben erg benieuwd hoe het er hier aan toe gaat. Dus Frank gaat mij daar alles over vertellen. Hier is Frank. Hallo Marjorie. Hoi Frank. Hi. Wat is jouw functie hier? Ik ben hoofd van de huidbank. Hoofd van de huidbank? Ja. Okay. Eigenlijk is de huidbank een voorraad donorhuid en die ligt onder andere in deze grote koelcel. Oké. Wow, moet je kijken. Je moet je voorstellen dat iedere zak huid die hier ligt is dus van één overleden persoon. En dit is dus donorhuid. Oké. Okay. Nou ja, je kunt dus zien, dus een heel dun laagje is er afgenomen van deze huid. En dit is nog zeg maar niet bewerkt. Dit staat hier ook, het is nog niet vrijgegeven. Ja. Dus het ligt hier te wachten totdat zeg maar de uitslagen van alle testen zeg maar binnen zijn. Ja. Als die binnen zijn en de huid is zeg maar vrijgegeven, dan komt hier op een andere plank. En dan wordt die in onze laboratoria wordt die in proces genomen. Oké. En uiteindelijk krijg je dit, is het eindproduct. En dit is dan zeg maar het product wat ze gebruiken op de operatiekamers voor bijvoorbeeld brandwondengenezing. Dit is dan zeg maar een zogenaamd dermatoom. En eigenlijk haal je zo van het lichaam een dun plakje huid af, zoals je die hebt kunnen zien in die zak. Dus gewoon eigenlijk in de volksmond een kaasschaaf? Een elektrische kaasschaaf, ja. Oké. En is het ook, doe je altijd hetzelfde laagje? Of is dat de ene keer dik, de andere keer dun? Dat kan. Iedere donor is anders. Dus alle huidsoorten zijn anders. We nemen het voornamelijk van de benen en van de rug. Dus eigenlijk ziet de nabestaande er eigenlijk niks meer van. Je zag net in dat potje dat er gaatjes waren gemaakt in die huid. Oh ja. Dat heet een mesh. Nou, dat doe je eigenlijk om ervoor te zorgen dat je hebt wat meer oppervlakte. Maar ook er kan nog wat wondvocht door die gaatjes naar buiten stromen. Ja. Dit is dan bijvoorbeeld 1 op 1,5. En dit is dan wat groter, dat is 1 op 3. Okay. Dan zie je dat die mesh die wordt steeds groter. Ik herken gewoon dat patroon. Frank, wil je even mijn been filmen? Ja, natuurlijk. Even kijken. Ik heb hier, zie je dat, dat ruitje? Ja, hetzelfde ruitje. Ja. Maar dat is inderdaad, dat is je eigen huid die gemesht is op dezelfde manier. En die is dan ook van diezelfde plek, van je bovenbenen zo afgenomen. Voorzien van die gaatjes en dan blijft dat zitten. Donorhuid blijft niet zitten, dat is een tijdelijk verband. Kijk, hier zit Mirjam. Hallo. Hi. Hallo. Ik kom je eventjes filmen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben de huid aan het bewerken hier. Ik heb het net gesneden. Dit is een gedeelte wat plain blijft. Die heb ik apart gezet. En plain wil zeggen dat het zo blijft als dat het afgenomen is. Dus zonder gaatjes. Okay. Ja. En ik ga dit gedeelte gaan meshen. En dat wil zeggen dat ik er kleine gaatjes in maak, of sneetjes eigenlijk. Als ik het over deze carriers haal. Hierin zit een rol met een mes. Oké, en dan heb je dus... En nou, als ik hem dus optil, dan zie je eigenlijk dat er allemaal sneetjes in zitten. En als ik er dus iets omwijd haal, dan heb je een soort visnet motief, zeg maar. Wow. Als ik het ga snijden, meet ik het op. Dus dan heb ik een lapje. Dus ik moet het even uithalen. Dit lapje. Ik heb hier de randen van afgesneden. Dus dit heb ik mooi strak gemaakt. Het is een beetje rafelig soms als het wordt afgenomen. Dus ik haal die rafeltjes eraf. En dan hou je dus een mooi lapje over. En dan neem ik de lengte maal de breedte. Dat meet ik dus op. Heel erg gaaf om dit zo te zien. Is er altijd genoeg huid? Ja, we streven ernaar om altijd voldoende huid op voorraad te hebben om rampen te kunnen voorzien. Ja, precies, zoals de Volendam-ramp. Ja, toen hebben we inderdaad ook heel veel huid kunnen leveren aan alle brandwondencentra in Nederland, Duitsland, België.
patiëntenlagen toen verspreiden. Ja, precies. En zoals met die grote poederexplosie in dat zwembad hebben we ook heel veel donorhuid beschikbaar gesteld. Om de mensen fijn dat er zo ja, om die brandwondenpatiënten te helpen. Ja. Ja. Fijn. Ja. Hey, en je zegt nu brandwondenpatiënten. In principe is het zo dat donorhuid echt alleen bij brandwondenpatiënten wordt gebruikt? Voornamelijk wel, maar het is een biologisch verband. Dus je kan het ook op chronische wonden, hè? Dus mensen met een open been of zo, okay. Dan zou je het ook kunnen gebruiken. En is het ook, heeft het ook zijnzelfde werking, want het is een biologisch verband. Okay. Dus het vermindert de pijn en het stimuleert zeg maar de wondgenezing. Ja. Hey, onwijs bedankt. Ik vond het heel interessant. Ik heb heel erg veel geleerd. Nou ja, mochten jullie een vraag hebben voor mij of voor Frank, laat het hieronder eventjes weten. Dankjewel voor het kijken. Doei doei! Doei!